Hoi, ik ben Joeri. En ik ben Hoeda. En wij zijn op de Wereldhavendagen 2019. We zijn nu een team. Klopt. Maar zijn we ook Mari-team? Want het thema van dit jaar is maritiem. En het voorbeeld van de echte teamsport is het waterbasketbal. En Hoeda, jij hebt daar een try-out van mogen proberen. Dat klopt, daar gaan we nu naar kijken. Maar wel als eerst hebben ze de cap. Heel belangrijk. Waarom? De scheidsrechter wil natuurlijk zien wie jij bent. Ja. En tegelijkertijd de oren. Je hebt me net verteld dat dit een sport is voor mensen met een lichamelijke beperking. En geestelijk. Inderdaad. Hoe houden die dit vol? Het is gewoon een kwestie van doen. Iedereen die op de eerste training komt is back off. Back off, kan ik je vertellen. Oké, dankjewel. Nou, je ziet er een beetje moe uit. Nogal, hè? Ja. Het is wel een ontzettend leuke sport. Ook al zie ik er afgepeigerd uit, ik heb er ontzettend veel energie van. Tijdens de drukke demonstraties wordt er ook keihard gevaren op de Nieuwe Maas. Dus had ik afgesproken met Rip Experience. Maar Hoeda, dat had ik jou nog niet verteld. Dat klopt, daar gaan we nu naar kijken. Wat denk je eraan te verwachten? Ik heb geen idee. Ik weet dat ik de Rip Experience op ga en voor de rest, ik ga het op me af laten komen. Zenuwachtig? Klein beetje. Mag je eigenlijk op de Maas varen? Ja, de Maas kent geen snelheidsbeperking. Geen enkele snelheidsbeperking, nee. Hoe hard gingen wij eigenlijk? Maar een beetje rond de 88, 92, zo'n beetje 90 km per uur. Een belangrijk onderdeel van de avondshow zijn de waterscooters van de Dutch River Riders. Maar hoe bereiden zij zich nou eigenlijk voor op deze show? Goede vraag, daar gaan we even naar kijken. Waar zit ik op? Ja, je zit op een waterscooter. Dat is een heel verschil met een jetski. Mensen verwarren het nog wel eens. Een jetski, daar sta je op. En een waterscooter, daar zit je op. Vanmiddag hebben we een demo op het water gegeven. We zijn nu nog met het publiek aan het rondvaren. Die kunnen tegen een hele kleine vergoeding 10 minuten achterop. We zijn vanavond met 26 tot 28 waterscooters op het water. Met fakkels, heel goed zichtbaar. En dan proberen we nog een leuk dansje te doen. Gaaf. Als het lukt met het wilde water. En de voorbereiding, hoe lang hebben jullie daarover gedaan? Wij zijn er vorig jaar eigenlijk al mee begonnen. Toen hebben we de uitnodiging eigenlijk al gekregen voor dit jaar. En we zijn er nu actief, zijn we 4 tot 5 maanden zijn we bezig om alles tot in de puntjes te regelen. Het is inmiddels alweer donker, het is avond. Ja, de avond is aangebroken. We hebben een superleuke dag gehad. Zeker. En nu is het tijd voor de avondshow.